Het ministerie van Openbare Werken gaat binnenkort van start met het tertiair onderhoud. Hiermee wordt bedoeld het onderhouden van de goten voor de huizen van burgers. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat de primaire en secundaire onderhoudswerkzaamheden, namelijk het ophalen van de kanalen en drenzen, reeds zijn uitgevoerd. Op urgente plekken is het ministerie reeds begonnen met het ophalen van de goten. Waar het was, bijvoorbeeld Winterwaai, en zo was het urgent, want de gebieden waren ontwaterd, daar is het bijvoorbeeld gedaan. Dus we nemen het langzaam over en dan gaan we de volgende stap maken. De volgende stap is dat we de kanalen gaan proberen handmatig te onderhouden en te beheren. Dat is de volgende stap. Daar hoeven we niet elke keer machines in te zetten of te wachten op zoveel geld, et cetera. Dus dat is het duurzaam beleid wat ik had toegezegd vorig jaar. De bewindsman benadrukt dat regelmatig onderhoud van de infrastructuur nodig is om problemen zoals wateroverlast te voorkomen. Het ministerie zal dit nu anders aanpakken. Maar wat we nu doen, dus je weet, ik had een keer gezegd, we gaan de grote kanalen eenmalig ophalen. En dat gras kunnen we in het vervolg met groentrekhaken onderhouden. Dat bespaart ons miljoenen, dus dat gaat de volgende fase zijn. Ik heb vandaag nog de directeuren voorbereid, laten we daarover beginnen te praten. Gebeurt al in andere districten, in Saramaka bijvoorbeeld, doen ze het al. Dat gaat duurzaam beleid zijn, bespaart ons miljoenen. En we kunnen heel veel mensen aan het werk zetten. Wat betreft sommige locaties, uitdiepen en zo, dat ga je met een poklijn moeten doen. Dat doe je eens in de 3 tot 5 jaar, dus dat blijft. Wat de kleine goten betreft, gaan we ook dit keer een hele beurt geven landelijk. Als het kan, als de middelen goed vrijkomen. Maar daarna moeten we het regelmatig wel zelf met een schop onderhouden. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken.